En ons niet zo moeten laten afschepen door haar. We hadden gewoon moeten blijven wachten op die idioot. Ik wil hem toch nooit meer zien. Ja, en hij zou eens een keertje een flink pak op zijn sodomiet moeten krijgen van zijn vader. En als die het niet doet, dan doe ik het. Daar is alles mee opgelost, zeker. Je zei toch zelf dat we ons verstand moeten gebruiken, zodat de horrorbeelden het alweer vergeten. Ja, oké. Sorry. Maar als ik aan die halve garen denk, hoe die jou iets probeert af te dwingen, via de pers of die hysterische wijven aan de deur... Wat moeten we dan doen, Simon? We nemen in ieder geval een advocaat. Misschien kunnen we Arjen dan dwingen zich te onthouden van dit soort acties. Ik wil het zo snel mogelijk laten weghalen. Ja. Maar is die jongen dan helemaal gek geworden? Hij moet de hele straat soms meegenieten. Ja, maar weet hij wat hij hiermee aanricht? Dan heb jij het over de straat, het hele land zou je bedoelen. Het hele land heeft meegenoten. Nou, des te meer reden om er een beetje redelijk over te praten. Zodat we kunnen zien wat we moeten doen. Ach, Arnie is niet voor reden vatbaar. Ik heb hem al 10 keer uitgelegd dat hij idiote ideeën heeft over die abortus. Maar luister, Omar. Ja, maar hou dan ook eens op met hem verwijten te maken. Misschien moet je het hem gewoon eens een keer vriendelijk vragen. Ach, vragen, wat vragen? Waarom hij zo vastbesloten is om zijn eigen leven te verpesten en dat van Linda? Moet ik soms alleen maar toekijken, zonder een vinger uit te steken? Goed dat jullie er zijn. Ik moet iets vertellen. Nou, laat maar, want dat weten we al. Hebben jullie naar de radio geluisterd? Simon en Linda zijn hier geweest. Er stond vandaag een comité schreeuwende vrouwen en een journalist op de stoep. Nou, begin maar met schreeuwen hoor. Schieten we daar wat mee op? Nee. Nou dan. Het anti-abortuscomité zegt dat als ik de vader ben, ik net zoveel recht heb als Linda. Ja, natuurlijk zeggen die dat, omdat die in de publiciteit willen. Daarom nemen ze ook zo'n journalist mee en die ruikt weer sensatie. En dat willen de lezers en hoe meer lezers, hoe meer vreugd. En jij laat je daarvoor gebruiken. Ja, ze vergeten wel dat Linda het voor het zeggen heeft als ze een abortus wil. Het gaat om een kind dat beschermd moet worden. Mijn kind. Daarvoor moet ik vechten. En ik verwacht dat jullie daarin achter me staan. Pa? Spijt me. Maar zoveel domheid gaat er bij mij niet in. Zie je nou wel? Hij is er nooit, nooit als je hem nodig hebt. Maar wat jij ook over hem denkt, hij is nog wel altijd je vader. Hé, hey, Suzanne. Wordt de goede vriend niet meer begroet op straat? Ik herken je niet, Daniel. Oh, dat is niet zo vreemd. Ik heb lang nagedacht over deze vermomming. Hé, hey, geen woord tegenover de buitenwereld, hè? Anders zou het slecht met me kunnen aflopen. Je bent nog steeds even geschift, jij. Ik heb je al lange tijd niet gezien. Werk je niet meer voor Martien? Nee. Ach, dat is jammer. Jij was Martine's aantrekkelijkste versnapering, als ik dat zo oneerbiedig mag uitdrukken. Ik moet er vandoor, Daniel. Ik moet naar een makelaar. Makelaar. Geluksvogel. Doe je dat nog helemaal uit je hoofd? Ja, hou eens op. Ik schoon eens geen eens hoeveel 1 plus 1 was. 46. 1 plus 1 kan soms 1 worden, wist je dat? Ja, hou eens even op, vuur. Verdomme, nou ben ik de tel kwijt. Hé, hey, Arnie, ik dacht dat je thuis was. Ja, daar kom ik net vandaan. Heb je met je ouders gepraat? Ja, we hebben het er wel over gehad, ja. En ga eens even wat doen? Hé, hey, ik wil even met je praten, maar niet hier. Ik kan het buiten even. Nee, dat kan niet. Dan kan ik zeker weer alles alleen opknallen. Hou je mond jij. Oké, kom eraan. Ja, wacht even buiten. Ja. Luister Mirjam. Ik ben nu de baas hier, dus ik wil geen gezeik, oké? Doe het gewoon wat ik zeg. Oké. Ik ga even met Arnie praten. Ik weet niet hoe lang het duurt. Misschien kom ik vandaag helemaal niet meer terug. Als Suzanne komt, zeg dan maar dat ik een uur of 7:30 bij haar ben. Ja? Ik heb haar de hele dag nog niet gezien en volgens mij komt ze helemaal niet meer terug. Dan komt ze de hele week niet meer, dan gaat je nog niks aan. Maak de tafels nog even schoon. Zou er echt nog een stuk in de krant komen, denk je? Dat weet je nooit. Als die dames nog meer hijs zou maken. En uiteindelijk is Arnie natuurlijk de klos omdat hij zich belachelijk maakt. Nou ja, wat je er ook van vindt, hij durft in ieder geval wel voor zijn mening uit te komen. Iedere andere jongen die zou ontkend hebben dat hij er iets mee te maken had gehad. Die had ik Linda zelf op laten knappen. Wat hadden wij gedaan in plaats van Arnie en Linda? Nou, daar hebben we het antwoord toch op gegeven. Daarom zijn we toch getrouwd. Maar wij hadden het toch nooit over abortus? Nee, dat klopt.
Maar dat had ik wel overwogen als jij niet met me had willen trouwen. Niet met je had willen trouwen, ik hield van je. Ja, je hield van me. Dan moet je ons nu zien. In die tijd dacht ik nog echt dat liefde eeuwig was. Maar als jij nou van me gehouden had en ik had abortus gewild, wat had jij dan gedaan? Als. Hoe kan ik daar nou antwoord op geven? Dat is gewoon niet bij ons opgekomen. En de tijden zijn veranderd. Ja. We hebben nou een 18-jarige zoon die we anders nooit gezien zouden hebben. Laura, dit is allemaal theoretisch gebabbel. We hebben een zoon van wie we allebei houden. Wat gaan we in godsnaam doen aan de ellende die veroorzaakt? Waar die ons straks allemaal in meetrekt? Ik denk dat het niet meer terug te draaien is. Misschien moeten we maar gewoon over ons heen laten komen. Dat is de makkelijkste weg. Dit kan ons kapot maken, dat besef je toch wel? Als de hele pers er straks een leuk nummer in ziet. Al die negatieve publiciteit is niet goed voor de zaak. Dan heeft Nico weer een reden om jou te ontslaan. De zaak, daar gaat het toch allemaal om? Dat is toch helemaal niet waar? Stenders kan naar de hel lopen. Het gaat om ons. Om ons als gezin. Om ons als gezin. Je hebt anders nog behoorlijk je best gedaan om dat gezin uit elkaar te drijven. Maar we hebben het overleefd. Oké, die had ik verdiend. Iedereen is tegen die arme baby. En als wij nou nog gelukkig waren geweest, dan hadden we misschien als liefhebbende ouders dat kind samen kunnen helpen opvoeden. Nou, dat kunnen we nou wel vergeten. Ik ga hem advies vragen. Advies? Van wie? Van mijn advocaat natuurlijk. Van wie anders? Van Daniel soms. En wat heeft die er nou weer mee te maken? Ja, precies. Wat heeft die nou eigenlijk met ons te maken? Nou, meer dan ik dacht.